Van harte welkom bij de live QA met Pieter Vrijters over zijn laatst geschreven boek Vroeger had ik spreekangst. We hebben al de nodige vragen binnengekregen de afgelopen week. Maar mocht je nou nog tijdens deze live QA een vraag hebben, zet hem gerust even in de chat. Pieter, in een fantastische studio mogen wij deze vragen beantwoorden. Kan je ja, wellicht. Uh... Voor het eerst hier aan deze ja, tafel? Hoe he? gaaf! Ja, leuk. leuk. Super gaaf. Ja. Zou je misschien eventjes kunnen toelichten hoe dit ja, boek is ontstaan? Dus eerst mindtuning, daarna spreek en vervolgens dit boek. Kan je dat kort eventjes toelichten aan de kijkers? Ja, kort is altijd heel moeilijk, Lindy. Maar ik ben, uh, ik ben ooit zwaar burn-out geweest. En de mensen die mij kennen, die weten dat. Ik heb uh, toen een methodiek ontwikkeld om mezelf zo snel mogelijk van burn-out af te helpen. En ik had daarbij aardig wat angsten nog. En dat is gelukt. En ik heb dat mindtuning genoemd. Ik ben ermee aan de slag gegaan. Maar ik had wel last van spreekangst. En binnen een half jaar kwamen de eerste mensen bij mij. met de vraag of ik ze van spreekangst kon afhelpen. En toen dacht ik: als ik jou kan helpen. dan help ik ook meteen mezelf. En zo ben ik begonnen. En uh, toen zijn we op een gegeven moment. spreken in het openbaar, trainingen gaan geven. Ik praat over 29 jaar geleden ongeveer. Ja. En nou ja, dat waren eerst. waren dat drie mensen, vier mensen, vijf mensen. En op een gegeven moment werden dat groepen van 10, 12 mensen. En. Ja, ik was de enige die dat zakelijk deed in, de, in die periode. Er waren hier en daar gebeurde wel wat, maar wij deden haast niks anders meer... dan uh, mensen van spreekangst zelf helpen en mensen zonder voorbereiding... of terwijl met zo weinig mogelijk voorbereiding echt weergeloos leren presenteren. En dat doen we, ja, dat doen we nu 29 jaar. En, maar het begon allemaal met spreekangst. En daar heb ik een methodiek voor om mensen daar zo snel mogelijk van af te helpen... En de reden dat ik het boek geschreven heb, is omdat ik, ik lees regelmatig wat op YouTube of op, uh, uh, op internet over spreekangst En dan denk ik, ach, jongen, 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 er wordt zoveel over geschreven waarvan ik het idee heb. Ja, volgens mij klopt dat niet. En, en dat dus, was een noodzaak om dat boek te gaan schrijven. Ja, ik, ik ja. denk, ik ga dat boek gewoon ja. schrijven, want... Uh, mensen zijn best uh, wat geld kwijt als ze hier een training volgen. En dan komen ze heid van de spreekangst af. Maar ik denk, als ik nou een boek schrijf. Wil je veel ja, meer mensen? Dan zijn er, ja, precies. En dat is, dat is altijd het doel geweest in mijn leven. Om gewoon zoveel mogelijk mensen te helpen. En in dit geval met spreekangst. Ja. ja, en dat niet alleen Lindy. Want ik vind het ook erg belangrijk dat mensen makkelijk in het openbaar kunnen spreken. En. en, en en zo weinig mogelijk tijd nodig zijn naar voorbereiding. Ja, dus het, is, het boek is niet alleen voor mensen met spreekangst, maar als je gewoon überhaupt beter wil leren presenteren en spreken in het openbaar, is dit boek echt een must have. Ja, ik vind dat zo belangrijk. Wat, wat ik me kan herinneren, dat is de eerste advocaat die bij mij kwam, die zei. Mijn beste pleidooi is, dat was toen ik mijn, mijn, mijn pleitnota vergeten was. En dat heb ik al zoveel advocaten horen zeggen: mijn beste pleidooi is altijd toen ik mijn pleitnota vergeten was. Ja. Met andere woorden, wanneer je begrijpt waar het over gaat. en je begrijpt wat je doelgroep van jou graag mm. wil weten. dan wordt dat uiteindelijk jouw presentatie. Dus daar gaat het om. Ja, dat is al ja. een tipje van de sluier wat ja. in het boek ja. voorkomt. Laten we eventjes uh, overgaan tot de vragen. die ja. we al de afgelopen week hebben binnengekregen. Mm -hmm. um, de eerste vraag, en daar kan ik me best wel in vinden, want soms. Wat is dan de oplossing als ik de draad kwijt ben in mijn verhaal? Je hebt het net al een beetje gezegd. Het heeft raakvlakken met het antwoord wat je daarnet gaf. Kan je dat uitleggen? Als je de draad helemaal kwijt bent in het verhaal, laat ik het even zo stellen. Het is beter om, om, dat, ja, om dat te kunnen voorkomen. En je voorkomt het door je niet te lang en niet te veel voor, voor te bereiden. Want wanneer je je lang voorbereidt. En je geeft dan een presentatie en dan denk je... ik moet dit ook zeggen, en dat nog, dat ook zeggen. Dat ook niet vergeten en dat mag ik ook niet vergeten. En dan loop je vast. En dan ben je aan het presenteren. En, is dan, en, dan, en, dan, en dan wil het niet komen. Nee. Dan lopen mensen vast. Wat kun je dan nog doen? Dan heb je ongeveer een minuut nodig om te herstellen. En wat je doet, want op het moment wanneer je voor een groep mensen staat, is jouw tijdsbeleving, en zeker wanneer je vastloopt, die is anders dan de werkelijkheid. Maar je hebt in feite nog zoveel tijd. Is er altijd, alle goede dingen komen van boven. Dus wat mensen mogen doen, dat is eventjes een ogen naar boven brengen. En erop vertrouwen dat er weer wel informatie komt. Want hierboven komt ergens informatie vandaan. En, dan, en je blijft gewoon doorpraten. En op een gegeven moment, binnen een minuut, dan ben je er weer. En dan herstel je weer. Zodra je gaat staren, namelijk. En dat is wat de meeste mensen doen. Oh, wat wil ik ook weer zeggen, weet je? Daar, daar gaat het helemaal nee. mis, ja. Maar het grote risico is dat mensen veel te lang en veel te veel voorbereiden. En natuurlijk, Lindy, als iemand een TED-talk geeft en die heeft 200 uur aan voorbereidingen benut, dan gaat dat in de regel wel goed. Maar we hebben niet allemaal de tijd om iets 150 of 200 uur voor te bereiden. In mijn praktijk hebben we te maken met, met, met managers, met, met, met CEO's van bedrijven, CFO's. Mm. En ja. Tijd is gewoon een factor. Is gewoon echt een heel belangrijke factor. Mensen willen door. En ik ben ervan overtuigd dat 99% van de presentaties. 98,5% misschien van de presentaties beter gaan. Als mensen het nauwelijks voorbereiden. Maar wel begrijpen waar het over gaat. zitten dus ze veel meer in het nu kan ik me en voorstellen. En wel begrijpen wat de doelgroep graag verbetert. Ja. ja. Vandaar ook de subtitel. Bespaar tijd met minimale voorbereiding. Ik vind die tijdversparing ja. zo ontzettend belangrijk. Want. Ik ga ervan uit dat je. Kijk, als je 10 als je euro per uur verdient, dan maakt dat nog niet zoveel uit. Dan kost tijd nog niet zoveel. Maar de mensen die hier komen, die verdienen vaak meer dan 100 euro per uur, 200 of 300 of 500, of zelfs nog veel, veel meer. Dat zijn ze waard per uur. Als je dat waard bent, en je bent er 100 uur aan het voorbereiden, Lien, die ja, dat, dat is vreselijk. Dat, ja, ja. Um, we gaan door naar de volgende vraag: en dat is: wanneer en hoe beantwoord je vragen vanuit het publiek? Heb je daar al een concrete tip voor? Ja, ik vind wel dat je vooraf mag regisseren. Dus vooraf vaststelt wanneer de vragen gesteld kunnen worden. Mm -hmm. Als je wilt dat tussendoor vragen gesteld worden, dan kun je dat aangeven. Maar het zou op mijn betreft beter zijn om even aan te geven dat je je verhaal gaat vertellen. En dat je na afloop de tijd hebt om vragen te beantwoorden. En dat je mensen verzoekt om met hun vragen te wachten totdat je klaar krijgen. bent. En dan kijk je nog even rond... En als mensen dan knikken, dan heb je in feite toestemming gekregen, dan heb je het ook geregisseerd. En dan weet je dat er tussentijd geen vragen komen. Dat is wel heel belangrijk. Ja, en dan kan je kan ik me ook voorstellen: want dan hou je heel erg bezig met je boodschap ja. en kan je ook niet afgeleid worden tussendoor. Ja, klopt. Ja. klopt. Ja. Um, is er een maximale tijdsduur voor een presentatie? Die vraag hebben we ook twee keer zelfs binnengekregen. Dus um, er zijn mensen toch wel heel me ja, druk mee bezig. Het ligt er een beetje aan, ja, ja, waar het nou precies allemaal over gaat. Er um, zijn weer heel weinig mensen die een uur lang kunnen boeien. En dat is echt een dingetje: een uur lang boeien. Als we bijvoorbeeld kijken naar Zoom-meetings, daar, daar tegenwoordig dan, dan, um, dan, dan hebben mensen energizer. Uh, uh, ja, er moet van alles en nog wat gebeuren om, om, om mensen erbij te houden. Maar iemand die echt waanzinnig goed kan presenteren, die kan mensen. Anderhalf uur bij de les houden. En dat gaat gewoon goed. En mensen blijven geboeid luisteren. Dus dat is wel een dingetje. Als je alles zou toepassen wat er in de boek staat, dan is de kans erg groot dat als je honderd mensen hebt, dat honderd mensen geboeid naar je blijven luisteren. Dan heb je al die energizers niet nodig. Mm -hmm. Heb je daar een beetje moeite mee, dan zul je regelmatig eventjes de boel mogen opschudden. En heb je weer een energizer nodig. En... Um, als je een presentatie, als je gemiddeld presenteert, is mijn advies max, max een kwartier, 18 minuten. Ja, zeker max. misschien om mee te starten en vervolgens ja. kan je al dat dus nooit iets ja. langer gaan ja. presenteren. Maar alleen de mensen die waanzinnig goed kunnen presenteren, die, die, ja, die kunnen iedereen bij de les houden. Zijn dat dan de mensen die dit boek hebben gelezen in de afloop van dit boek? Kan je dan direct goed presenteren, Pieter? Nou, dat zou wel prachtig zijn. Nou, je hebt in ieder geval een aanzet. En je, hebt in ieder geval je, je leest in ieder geval hoe dat je dat kunt doen. Ja. En dat is natuurlijk geen garantie dat je dat morgen meteen doet. Misschien dat je daar nog wat extra op training voor nodig hebt. Precies. Maar als je toepast wat er in dit boek staat. en je past het consequent toe. dan gaat er ook langzaam maar zeker daadwerkelijk iets veranderen. En wordt de jouw presentatie beter. Ik heb uh, afgelopen week al aardig wat reacties gehad op het boek. En ook al reacties van mensen van wie ik weet dat ze goed kunnen presenteren, maar waarvan ik niet wist dat ze dat altijd zo lang voorbereiden. Oh joh. En nu kwamen de eerste reacties al binnen van mensen. Pieter, ik heb toegepast wat er in het boek staat. En dan gesproken ik heb ik uren aan voorbereiding nodig. Oh, en God. nu denk ik, ik weet waar het over gaat. Ik doe het gewoon. En dus ja. ja en misschien ook nog wel een leuke side note is dat in het boek. Allemaal linkjes zijn verwerkt met nog oefenvideo's. Dus het is niet alleen tekst, maar je kan ook nog in het boek um, linkjes even overnemen op je computer. En dan heb je nog um, oefenvideo's bij het boek. Dus dat gaat er helemaal voor zorgen dat je de, de tools en de tips en de tricks ja. goed kan toepassen. Hoe werkt een spreekpauze? Je praat uh, regelmatig over een spreekpauze. Kan je die kort toelichten? Een spreekpauze maakt je verhaal gewoon een stuk spannender. En waar de meeste mensen problemen mee hebben, dat is met de tijdsbeleving van een spreekpauze. Een spreekpauze is altijd een om je heen pauze. Je vertelt iets en je kijkt even rond. Is iedereen ook bereid om naar me te luisteren? Begrijpt iedereen? Het wordt heel spannend wat eraan gaat komen. En dan, dan komt de rest. Nou, die drie, vier seconden die je daarvan neemt... en soms wel eens wat langer... dat duurt in de beleving van de spreker vaak een minuut of langer. En je kunt nou eenmaal niet een minuut lang pauzeren en alleen nee. maar een beetje rondkijken. Dus um, je zegt, als het ware, zeg je. Wat er nu gaat komen, mensen. is echt heel. spannend. Ja, je zit er direct in. Dat is datgene ja. wat je doet. Oh. Um, en nou hebben mensen ook vaak last, wanneer ze presenteren. dat ze rood aanlopen. En dan gaan ze daar natuurlijk de focus op leggen. van oh, ik word rood. Uh, dat wordt. Opgemerkt. Wat is jouw tip als je toch een beetje ja, gespannen overkomt en rood aanloopt? Nou, blozangst, dat was vroeger een van mijn allergrootste problemen. Ik heb daar meer dan 25 jaar last van gehad. En van, ja, ik denk altijd: er is nu niemand die het erger had dan ik, maar op mijn hele leven was daarop ingericht. Um, wat kun je nou doen op het moment wanneer je bloost? Ik kan wel zeggen: op het moment wanneer je bloost, heeft niemand dat door. En niemand denkt dus als je rood wordt. Dat dat een teken is dat je nerveus bent, of dat het een teken is dat je je schaamt, of dat dat een teken is dat er een soort paniek ontstaat. Niemand, niemand heeft daar last van. Niemand, niemand geeft daar, geeft daar uh, ja, er aandacht is... aan. Niemand, nee, maar alleen jij, als jij er last van hebt, te geven de aandacht aan en de. Andere mensen die in de zaal zitten die ook bloosangst hebben. Die denken, oh wacht. Gelukkig, die heeft het ook. Met andere woorden, ik ben niet de enige. Die zien dat wel, maar ja. die anderen zien het niet. En die zijn blij dat je bloost. Um, het allerbeste wat je kunt doen, dat is gewoon doorgaan. En ik zou op het moment wanneer je bloost, net even wat harder gaan praten. Dus je mag meer uit, ja, je mag uit die staarmodus. En harder spreken, dat betekent ook beter kijken. Dus echt... Letterlijk, ik heb het tegen jou en tegen jou en tegen jou en ik wil hebben dat jij het ook nog begrijpt. Echt die lef. Dan even kom plakken. je weer ja. in het nu. Dus in plaats van dat je jezelf inhoudt of dat je um, een beetje gaat staren en je stem wat inhoudt, want dan lijkt het wel onbewust dat je er minder bent en dat het minder opvalt, maar dan gaat het juist meer opvallen. Mijn advies is: wees meer aanwezig. Dus echt inderdaad uit die staarmodus ja, en veel meer in het ja. nu blijven. Ja. ja, en gewoon alles wat harder en knallen en goed, rustig kijken. En dan hebt waarschijnlijk die roodheid vanzelf. Ja, vanzelf, ja. ja top. Ja. Um, wanneer je spreekt, wil je natuurlijk zelfverzekerd en overtuigend overkomen. Ja. Zit dat alleen in je verhaal? Of zit dat ook nog in je lichaam? Uh, Pieter? Het is alles bij elkaar. Alles wat je vertelt, dat hoor je voor je te zien en... Maar je kunt niet alles digitaal voor je zien. Ik bedoel, je kunt wel een huis digitaal beschrijven. Maar geluk digitaal beschrijven. Of geld of uh, winst digitaal beschrijven. Dat, vind ik, dat is wat moeilijk. Maar wat helpt, dat is dat je het in ieder geval allemaal voor je ziet. En wat helpt, dat is dat je ogen af en toe eventjes naar boven draait. En dan komt er informatie. En dan geef je die informatie door. Um, maar, maar dan, dus... dan hoort dus de rest van het verhaal. Rest, dus hoe je dat doorgeeft. Hoort de kloppen bij het mm -hmm. verhaal. Dus de harde dingen die zeg je zegt, die zeg je hard. Wat zacht is, dat vertel je zacht. Mm -hmm. Wat vrolijk is, dat vertel je vrolijk. En wat serieus is, serieus. Maar ook je mimiek en alles wat er verder mee te maken heeft, dat mag zich daarbij gaan aanpassen. Wanneer je mimiek niet aanpast, ja. ja ik kan me niet voorstellen dat iemand op een begrafenis zou zeggen. Eh, nou ja, oomie Jan die is naar een, uh, naar, naar, naar een ziekbed overleden. En oomie Jan heeft zo ontzettend veel pijn gehad. Nee. Dat kun je niet vertellen. Wat je wel zou kunnen zeggen: oomie Jan is overleden. Deze man. En misschien, misschien, misschien maar gelukkig ook. Want deze man heeft zoveel pijn gehad. En we weten allemaal dat hij van binnen het liefst dood wil. Weet je dat zo? Ja. Dus alles past zich aan bij het onderwerp. Ja. Maar de, de vraag concreet was, hoe kom ik zelfverzekerd overtuigend over? Dat zit hem ook wel gewoon in het durven groot te maken, toch? Dat je er gewoon echt staat, hoe je opkomt, hoe je verbinding durft te maken. Oh, als je precies dat bedoelt, als je opkomt en je wilt verbinding maken, dan zul je mogen leren durven kijken. Ja. En wanneer je denkt, daar wil ik gaan staan en je kijkt naar de plek waar je wilt gaan staan en je, je probeert dan verbinding te maken. Ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Die mm -hmm. verbinding maak je wanneer je binnenkomt. Daar hoort dus iemand binnen te komen en vanaf het eerste moment hoor je contact te maken met je publiek, met je groep. Dat vind ik een voorwaarde. En als je er staat en je gaat meteen spreken, wat de meeste mm -hmm. mensen doen, dat is fout. Je gaat staan en je kijkt rond. En je zorgt ervoor dat je een speld kunt horen vallen voordat je begint. Dus je kijkt net zo lang rond totdat het stil is. Als daar een paar mensen zakjes met elkaar praten zijn. En ik blijf even kijken en dan wordt er vanzelf stil. Hé, hey, daar zijn ook nog een paar mensen gezellig met elkaar converseren. Als ik even blijf kijken, dan stopt het. En... Hé, hey! iedereen is nu bereid om naar mij te luisteren. Pas dan ga ik beginnen. Dus het is kijken, het is houding. Maar het lef ook om de rust te nemen, om de zaal te regisseren. Ja, dat, je beantwoordt direct ook een vraag die al was gesteld. Ja. van hoe je het geroezemoes dus in een zaal kan stoppen. Ja, zo dus. En dat is dus ja. inderdaad echt ja. het regisseren ja. van je publiek. Ja, en dan neem je ruimte in, dan ben je aanwezig. Ja. En dan zijn mensen bereid om naar jou te luisteren. En doe je dat anders, wat de meeste mensen doen? Naar voren lopen, oh, ik moet gaan spreken. Ik ga maar, stilte alsjeblieft, kunnen jullie mij verstaan? En dan gaan ze beginnen. Het ja. kan echt niet. Nee, dat kan echt niet. Nee, en je boodschap heeft veel minder impact. Ja. ja. Um, mocht er een vraag zijn worden gesteld... en je weet het antwoord niet... wat doe je dan? Nou, ik vind het geweldig als iemand het antwoord niet weet... en die durft te zeggen, nou, ik ja. weet het niet. Want ik vind, wanneer je echt kennis van zaken hebt... dan mag je ook het lef tonen... om te vertellen dat je dingen niet weet. Ja. Autoriteit is jou verleend wanneer je presentatie geeft. Als je zoveel autoriteit hebt... en je neemt die autoriteit... hoef je het nooit te bewijzen. Ja. Dus als je iets niet weten is, is gewoon geweldig. En dan zeg je dat gewoon hardop eerlijk. Ja, van, joh, hier kom ik later op terug. Ja. Ik weet het. Uh... Ja, wanneer je het niet weet, dan weet je het gewoon niet. Ja. Meer. Ik kan, helaas, ik wil je er graag antwoord op geven. Ik weet het niet. Ja. Oh, was dan het echt hebben, power? Mensen, ja. hebben daar, mensen hebben daar wel respect voor. Dat ja. is power. Ja. 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 Um, en dan had ik nog een laatste. En um, dat is als je um, je voelt van oké, okay, volgens mij komt mijn boodschap niet over. Mm -hmm. Dus je zit een beetje in een zendmodus. Hoe, kom, hoe herpak je jezelf dan? Wat bedoel je? Nou, je bent je verhaal aan het vertellen en je ziet dat je publiek daar niet op reageert. Is het dan iets van, joh, ik ga hem toch nog een me meer beeldend beschrijven en vertellen? Wanneer je publiek niet reageert, dan kijk je waarschijnlijk over je publiek heen. Of je kijkt tussen de mensen door. Of je kijkt te vluchtig naar mensen. Dus het heeft echt alles met kijken alles te maken? Alles met kijken, ja. ja. En wanneer je de rust neemt, de rust neemt om te kijken. Want wat wil je nou? Je wilt namelijk verbinding maken. En de enige manier om eerst verbinding te maken, dat is met je ogen. Mm -hmm. En twee is met je stem. Ik vind dat je lang genoeg naar mensen mag kijken om te zien dat de boodschap indraalt. In de mm -hmm. Je vergelijkt het altijd met pijl en boog. Je, je schiet een pijl af. En je wilt, je wilt zien of dat die pijl in de roos komt. Dus je kijkt, je schiet hem af. Ja, raak. En dan ga je door. En dat is in feite ook presenteren. Je schiet de pijl af. En je kijkt. Hé, hey, dan ga je door. Dus echt de rust van kijk. Zo belangrijk. Ja. Als mensen geen rust van kijk hebben, dan is er geen verbinding. En dan, ja, dan gaat het niet zo lekker. Nee. nee. En dan krijg je weer spanning en ja. stress en ja. eventueel spreekangst. Ja. ja. Nou, dit waren in ieder geval de vragen die we binnen hebben gekregen. Ik zie bij Facebook geen opmerkingen. Um, Betsy bij Instagram. Zijn daar nog uh, vragen of opmerkingen binnengekomen? Nee, ook niet. Nou, wij hebben nog uh, wat werk aan de winkel om YouTube de volgende keer uh, ja. mee te nemen. Uh, bedankt in ieder geval voor het kijken. Wil jij dit boek nu ook hebben en je denkt, ik wil mijn spreekniveau uh, echt naar een hoger level tillen? Neem dan even een kijkje op spreek.nl. Daar kan je het boek aanschaffen. Uiteraard zijn er ook natuurlijk heel veel mogelijkheden om trainingen hier op locatie of live online te volgen. Neem een kijkje op de website en um, ja, wellicht tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken.